Ik heb meegedaan aan de Point of View competitie doordat een vriendin me de oproep van op social media had doorgestuurd. En ik had op dat moment eigenlijk wel nood aan een nieuwe uitdaging en ook heel veel zin daarin. Dus had ik besloten om me in te schrijven. En uiteindelijk ben ik dus ook geselecteerd. Ik heb nu opnieuw tijdens het maken van die video dat ik daar enorm graag mee bezig ben en dat ik daar ook gewoon plezier in heb en veel voldoening uit haal. Dus voor mij is hopelijk de volgende stap verder gaan met film of video. En daar ook mijn werk van kunnen maken. Ik ben momenteel op zoek naar een job, dus het is een beetje afwachten wat er allemaal mogelijk is of welke kansen mijn richting uitkomen. Maar ik ben alleszins benieuwd wat de toekomst zal brengen. En ik ga ook hoe dan ook in mijn vrije tijd daar zeker mee bezig blijven.